Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. We zijn in Schiedam. Klopt, aan de Thorbeckensingel. Aan de Thorbeckensingel. Dit is een oud PD. Klopt, ja. Dat is een PD van 13 jaar geleden. Ja, vertel. Het is 13 jaar geleden, woensdag 12 oktober 2005, in de Singel hier in Schiedam een rode koffer aangetroffen. Die koffer die lag hier vanmorgen al 2 weken in het water. En uiteindelijk is er een medewerker van de groenvoorziening en de huisvuilvoorziening in Rado hier in Schiedam. Die heeft die koffer uit het water gevist. En wat zat er in die koffer? Nou, toen hij die koffer opende, zag hij een jonge vrouw in de koffer liggen. En toen is er een opsporingsonderzoek gestart. Waaruit bleek dat de vrouw om het leven was gekomen door een misdrijf. Tot op de dag van vandaag, weten jullie toch nog steeds niet wie deze mevrouw is? Nee, dat is nog steeds onbekend gebleven. Het eerste onderzoeksteam heeft daar onderzoek naar gedaan. En ook naar het misdrijf. Maar dat is niet gelukt om dat op te lossen. En toen is de zaak overgedragen aan het cold case team in 2007. Waarom is de zaak dan weer heropend? De zaak is in 2007 overgedragen aan het cold case team. Ja. Met als doel om de zaak op te lossen. En degene te vinden die deze jonge vrouw om het leven heeft gebracht. Het eerste wat we moesten onderzoeken, dat was de identiteit van het slachtoffer. Want die was op dat moment nog steeds onbekend. Hoe doe je dat? Hoe ga je... Ja, daar hebben we verschillende dingen voor. Van haar hebben we vingerafdrukken, we hebben gebitsgegevens, we hebben een DNA-profiel. En dat DNA-profiel dat doen ze dan ook in de DNA-databank voor vermisten. Mm-hmm. Maar die gegevens hebben we nog Iemand heeft daar nooit... Nee. Wow. En kennelijk is ze ook nog niet als vermist opgegeven. Al 13 jaar lang is er iemand vermist en niemand mist haar eigenlijk. Daar komt het eigenlijk op neer, ja. En dat is ook belangrijk voor het team, hè, om nabestaanden te kunnen inlichten over het feit dat hun geliefde overleden is. Kunnen ze kijken waar die koffer lag? Ja, oké. En gewoon even voor mijn geruststelling. Kan het nou zo zijn dat bijvoorbeeld de verdachte nu naar ons zit te kijken? Ja, dat weten we niet zo goed eigenlijk. Kijk, zij is hier aangetroffen, dus het kan zijn dat de verdachte in de omgeving gewoond heeft. Ja. Of nog steeds woont. En dat het meisje zelf ook in de omgeving gewoond heeft. Dat weten we niet. En hier was het, hier werd die koffer gevonden. Hier is de koffer gevonden. De koffer lag scheef in het water. En nu hebben jullie iets gedaan, een gezichtsreconstructie. En daar wil ik wel wat meer over weten. Dat is goed, zullen we dat op het bureau doen? Ja, is goed. Ja? Let's go. Dit is die gezichtsreconstructie. Ja, dat is de nieuwe reconstructie. We hebben in 2008. We hebben stiekem een toller. Ja, sorry. In 2008. Maar die wil niet in beeld. Nee. Maar het is heel handig, zo'n geheugensteun. Zeker. Ja, absoluut. In 2008 hebben ze dus wel een reconstructie gedaan van het hoofd van het slachtoffer. Maar dat is niet deze reconstructie, want dit is een nieuwe. Ja. Er zijn nieuwe methodieken ontwikkeld in 2017. Vertel. Zal ik eerst met de oude beginnen? Ja, Dat is een beetje de basis eigenlijk voor deze. Oké. Okay. Want in 2008 hebben ze een methode ontwikkeld om het hoofd van het slachtoffer een gezicht te geven. Mm-hmm. En dat doen ze dan met klei, of deden ze met klei. En wetenschappers konden dan aan de hand van het schedel berekeningen maken om zacht weefseldikte, noemen ze dat, daar een dikte aan te geven. Dat deden ze aan de hand van tabellen, met schattingen, die ze eigenlijk wat bekend was toen de tijd. En dan maakten ze allerlei punten op het schedel. Mm-hmm. En dat gaf dan dikte van het weefsel weer. En aan de hand van die diktepunten konden ze klei op het schedel maken, waardoor eigenlijk het schedel een gezicht kreeg. Zo knap. Ja, en dat is eigenlijk verder ontwikkeld in de jaren daarna. En toen kwam dit. En toen zijn deze kans hebben we aangegrepen en hebben we een digitale reconstructie laten maken. En dat is dan dit gezicht geworden. En hoe helpt dit dan jullie nu in je onderzoek als je dit hebt? Want het is ook maar schatten, denk ik. Nou ja, op het moment dat wij de identiteit weten, kunnen we gaan regisseren in de omgeving van haar. En dan weten we haar identiteit, dan kunnen we gaan kijken van wie is familie, wie waren vrienden. Zo ga je verder kijken en uiteindelijk hopen we dan misschien wel achter het motief te komen van het misdrijf en de dader te vinden uiteraard. Ja, ik vind het heel interessant, heftig ook wel dat iemand al 13 jaar vermist kan zijn. Ja, dat moet toch ergens zijn? Ja, iemand zijn die denkt van hé, waar is mijn dochter? Sowieso. Ik kan me gewoon. En ik vind het ook best wel
heftig om te zien dat je dan zo precies iemand kan namaken. Ja, 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 ze doen het natuurlijk aan de hand van ja, wat ze eigenlijk in de afgelopen jaren allemaal al gezien hebben, bestudeerd hebben. En ja, ze kunnen dat nu met die digitale reconstructies redelijk precies doen. Oh, wow. Waar ligt, is zij begraven of waar is zij? Ja, zij ligt in een onbekend graf. Ja. In Rotterdam, als ik het goed heb, ergens. En ja, dus eigenlijk is zij vrij snel na het onderzoek, zeg maar. Dus het onderzoek is gestart in 2005. Dan doen ze onderzoek, sectie. Ja. Nou ja, en na de sectie, ja, dus, tijdens de sectie wordt het een en ander al veiliggesteld, eigenlijk wat van belang is voor het onderzoek. En dan doen ze ook onderzoek naar de doodsoorzaak. En dan wordt ze begraven. En je bewaart niks van zo iemand? Nee, ja, er zal hoofdzakelijk wat weefsel van het lichaam bewaard worden, maar verder niet. Dus eigenlijk gaat het hele lichaam een graf in. En in dit geval hebben we in 2007 dan een opgraving moeten doen, zo noemen ze dat. Mm-hmm. Omdat we schedel nodig hadden van het slachtoffer. En daarvoor heb je dan wel weer toestemming toch nodig van een officier? Ja. Ja, die moet dan... Ja, het gaat in opdracht van een officier. Ja. Nee, goed, we moeten natuurlijk eerst overleggen wat de mogelijkheden zijn. En uiteindelijk moet de officier dan toestemming geven voor de opgraving. En hadden we in dit geval haar schedel nodig om... Ja, want dat is de basis van de gezichtsreconstructie. Ja, bizar. Knap hoor. Ja, we hopen dat deze reconstructie de identiteit oplevert van deze vrouw. Dus wie kent deze vrouw? Bel ons, bel het Codecase Team Rotterdam via het 0900 8844 nummer. En er is ook een beloning uitgeloofd voor 15.000 euro. Die kan, voor de tip die kan opleveren voor de oplossende tip. Zou je nog iets vergeten te vertellen hierover? Wil jij nog iets kwijt? Nee. Nee? Niet dat ik weet. Ik ook niet. Nog een keer. Dankjewel dat ik hier mocht zijn. Bedankt voor het kijken. En voor jou werk ze. En succes met de zaak. En ik ben heel benieuwd hoe dit verhaal verder gaat. Doeg. Doei.